There's a man going round taking names. There's a man going round taking names. He has taken my mother's name, and he's left my heart in pain. There's a man going round taking names. Oh, death is that man taking names. Oh, death is that man taking names. He has taken my mother's name, and he's left my heart in pain. Oh, death is that man taking names. De eerste keer dat... Dank je. De eerste keer dat ik van heel dichtbij werd geconfronteerd met de dood, was toen, toen Jacques doodging. En Jacques was onze hond. En, ja nou, en ja, Jacquie. En Jacquie was een poedel. Dat is ook een hond, hè, als je heel goed kijkt. En Jacquie was niet zo'n hele grote poedel, niet zo'n koning- of keizerspoedel, maar ook niet zo'n hele kleine dwergpoedel. Jacquie was eigenlijk een soort grijze tussenpoedel. En hij was van mijn oudste zus, want ik heb twee zussen, hè. De oudste zus heet Janine. Janine was vroeger heel groot en dik. Nou, niet meer, maar vroeger was Janine heel groot en dik. En mijn moeder die stond erop om alle kleren van Janine zelf te maken. Die zag in Janine haar muze. Maar mijn moeder kon helemaal niet naaien. Dus die zat de hele dag de meest lelijke kleren in elkaar te zetten. En wij hadden ook altijd het idee dat ze Janine onder hypnose bracht om ze aan te doen. Ogen zwaar, deze appelgroene polyesterbroek is schitterend. Ja, hij is mooi. En dus die heeft heel de jeugd voor schut gelopen. Daar hebben we heel veel foto's van. En ja. Oh, die is ook lelijk. En na Janine kwam Annette. En ik was de laatste. En Annette en ik wilden altijd heel graag dieren. Janine wou helemaal geen dieren. Maar wij gaven Janine altijd allemaal dieren cadeau mee. De verjaardag en met Sinterklaas. Want dan hadden wij zelf dieren zonder dat we hoefden te zorgen. En ja, ja, het is jouw konijn. En net zo makkelijk. En toen hadden we op een gegeven moment, hadden we mijn vader zover, dat mijn vader het ook ineens een heel goed idee begon te vinden om voor Janine als verrassing voor de verjaardag een hondje te kopen. Dus zoals mijn vader was naar de poedelfokker gegaan, dat is echt een beroep, en die poedelfokster, die vrouw, die zat al klaar met de stamboom, want Jacquie had echt een stamboom, en die zei tegen mijn vader, kom meneer Huibrechts, welke naam zal ik voor het poedeltje op de stamboom zetten? Daar had mijn vader, nou eigenlijk zoals over alles in zijn leven, nooit over nagedacht. Dus mijn vader zei, ja doe maar, Jacquie. Dus toen heette de hond Jacquie of Milmore. Want er was de stamboomnaam Jacquie of Milmore. En Jacquie of Milmore was een heel leuk hondje, maar had heel veel kinderziektes. En toen die kinderziektes er eindelijk uit waren, toen begon hij al een beetje te sukkelen met zijn ouderdom. Poedeltje is nooit klachtenvrij geweest. Want hij sliep s'nachts bijvoorbeeld in een mandje. Hij lag zo in een mandje bij mijn ouders op de slaapkamer. Hij lag in een mandje. Mijn vader en mijn moeder, die sliepen samen in een heel groot bed. Ja, daar sliepen ze samen in. Daar deden ze dan nog wel samen. Nou, is dat nou nodig? En Jacquie lag dan aan de kant van mijn vader. En die ging er dan 's nachts uit.
Chucky, hè? Niet mijn vader. Ik zou niet weten hoe mijn vader er s'nachts uit zou moeten. Nou, misschien om te drinken. Nou, is dat nou nodig? Nou ja, het is mijn leven. En ja, dat moet ik zelf weten. Dat was eigenlijk de enige tijd dat hij niet dronk als hij sliep. Nou, is dat nou nodig? Dus als iedereen sliep, kwam Chucky uit zijn mandje. En dan liep hij om het bed heen. En dan ging hij aan de kant van mijn moeder tegen het bed staan te plassen. En dan liep hij weer terug. En dan stond mijn moeder ochtends vrolijk op. Ah, Chucky. En zo had Chucky ook heel veel last van ontstoken anaalklieren. Kende de Chris ontstoken anaalklieren? Nou, als je een hondje hebt, kent het zeker, want... En als de hondjes dan doen die dat hebben, dan gaan ze zo over de grond schurken. En wij hadden lichtbeige vloerbedekking. Het was gewoon een patroontje. Zet onze Jacques daar nog maar even neer. Oh ja, mooi. En zo kon onze Jacques ook niet tegen alleen... Eigenlijk was het een rothond. Ja, dat ze het allemaal achter elkaar hoort. Zo kon hij ook niet tegen alleen thuis zijn. Als hij alleen thuis was, ging hij keihard zitten janken als een soort wilde wolf. Echt zo... En in het begin was het niet zo erg, want toen woonden wij in een heel groot vrijstaand huis. Dat was in onze rijke tijd. Hij heeft ook 2 weken geduurd, maar toch. We hebben hem gehad. En toen kon niemand het horen, dus het was helemaal niet erg. Maar toen hebben wij met z'n allen een ontzettende... armoedeval gemaakt. Ja. En dan moesten we van dat grote huis naar een heel klein flatje. En dat was voor ons allemaal erg. Maar dat was voor onze Jacques het allerergste. Die wou ook niet naar die flat. Die zat altijd maar met zijn stamboom. Ik ben Jacques of Milmoor. Ja, je went er maar aan. En dan ging hij in die flat elke dag heel hard zitten janken. Nou, die buren werden daar gek van. Dus ze moest er een rooster worden gemaakt... waarop er altijd iemand bij Jacques thuis was. In het zicht, want dat moesten we ook nog kunnen zien. Dan jankte hij niet. Behalve... als mijn moeder alleen thuis was. Want mijn moeder, er was eigenlijk niemand meer voor hem. Er was een bijzettafeltje. Dus als mijn moeder alleen thuis was, dan jankte hij ook. En dat was voor mijn moeder verschrikkelijk. Moeten wij je voorstellen, een volwassen vrouw... die met tranen in haar ogen tegen een poedel staat te roepen... maar Jacky, ik ben toch ook iemand? En dan keek hij zo... Nou, als een poedel helemaal op en neer kijkt, doet het toch iets fout, vind ik.